naam van? Allemaal. Ik ga het hebben vanavond over Gods wegen. Dat is Gods weg eigenlijk, hè? Ik weet niet waar jullie je bevinden, maar ik hoop dat je al heel ver bent op de weg van de Heer. Ik weet niet hoe ver sommigen al zijn, maar hoe verder je komt met de Heer op zijn weg, hoe fijner het wordt. En het is het beste wat je overkomt in je leven als je met God gaat. Dan merk je wie God werkelijk is voor jou. Een echte vader. Een liefdevolle vriend. Die alles voor over heeft voor jou en om voor ons te zorgen. Ja, zodra je Christus in je leven hebt, dan ga je Gods plan in. Dan ga je wandelen op Gods wegen. Dan wandel je niet meer op een andere weg waar je zo gewend bent, maar dan wandel je op Gods wegen. Niet meer jouw toekomst, maar de toekomst van God voor jouw leven. En de wil van God. Kijk, als een baby geboren wordt, of als een jonge vrouw een baby krijgt, laat ik het zo zeggen, dan was ze voor die tijd heel anders, een jong meisje. En daarna, dan raakt ze in verwachting en dan verandert er heel veel aan zo'n vrouw. Omdat ze een baby krijgt, een nieuw leven in haar. Dus, wat heb je dan? Dan gaat er een heleboel in haar leven ook veranderen. Want ze heeft nieuw leven. En daar moet ze voor zorgen. Zo is het ook bij ons. Als we een nieuw leven hebben, dan moeten we dat onderhouden. Dan moeten we daarvoor zorgen. En weet je, dan wordt je zienswijze op de weg van de Heer ook anders. Dan kijk je door de ogen van de Heer in je dagelijks leven. Door de Heilige Geest zie je dan dingen en ontdek je dingen wat je voor die tijd nooit hebt gezien. En je begint om Gods wereld te ontdekken. Als je in Gods Koninkrijk je plaats hebt genomen, dan ontdek je wat echte liefde is en wat echte vrede is. En dan weet je ook waar het om gaat in je leven met God. Je krijgt een leven vol overvloed. En dan is er ook nog één ding, ja, dan ga je doen wat God van je vraagt. Dan is er gehoorzaamheid, dan ga je niet meer dingen doen waar jij zin in hebt, maar wat Gods woord zegt. Weet je, er is een lied, hè? Ik geloof dat jullie dat allemaal kennen. Dat zongen wij vroeger altijd bij de Burning Candles, toen ik nog in de gospelgroep zat. Dan zongen wij altijd dat lied. En dat is: Gods weg is de beste altijd. Gods weg is de beste waarheen Hij jou ook leidt. Gehoorzaam zijn roepstem, neem je kruis op en volg Hem. Gods weg is de beste altijd. Ja, dat is waar, hè? Gods weg is de beste. En neem je kruis op en volg Hem. Dus het oude leven is gekruisigd. Mijn eigen ik. Niet meer mijzelf, maar Christus leeft in mij en door mij. En daarom moet je je kruis dragen en je oude leven kruisigen. En op de weg van de Heer, daar ontmoet je ook allerlei dingen. Ontdek je allerlei mooie dingen, boeiende en mooie dingen. Je gaat een mooie tijd tegemoet met de Heer. Net als een vrouw met die baby. Die gaat ook een mooie tijd tegemoet, alleen is haar leven veranderd. Dat is het verschil. En dat is ook met ons ook zo. En dan krijg je daarbij op de weg van de Heer vol verrassingen. Want God is een God van verrassingen. Hij wil je altijd verrassen met nieuwe dingen. Amen. En als je met God wandelt, dan begint het echte leven pas.
het echte leven. Het is niet meer saai, het is niet meer een sleur. God vult je leven en God vult je hart. Maar weet je, heel veel christenen, die vinden één ding niet zo leuk. En dat is strijden. Ja, dat hoort erbij bij een christen. Maar, je hoeft het niet alleen te doen. Want God is bij je. En je bent meer dan overwinnaar in Christus. God staat aan je zijde. En je hebt de engelen bij je, je hebt de Heilige Geest bij je. Nou, wat wil je nog meer? Je hebt het woord, je hebt de wapenrusting. Nou, eigenlijk is het helemaal niet zo zwaar. Als jij al overwinnaar bent, nou, dan denk ik dat de slang, de duivel, voor jou wegvlucht. In plaats andersom, ja toch? Dus, zodra je de wereld de rug toekeert, dan ga je ontdekken wie Gods vijand is. Ja, daar krijg je hem wel mee te maken. Maar, de Bijbel zegt, we hoeven niet te vrezen. En verspil je tijd niet als je met God wandelt. Blijf bezig met nuttige dingen van God. Bestudeer zijn woord. Want we krijgen al het nodige om God, op Gods weg te kunnen blijven wandelen en hem te kunnen blijven volgen. En weet je, God laat ook niet ons aan onze lot over. Beslis niet. Hij laat je echt niet in de steek. Dat als je gaat zwemmen bijvoorbeeld, dat God dan zegt, en je kan niet zo goed zwemmen, dat God dan zegt, nou zoek het maar uit hoe je eruit komt. Nee, gelukkig niet. Dat zou je verdrinken. Nee, God die reikt zijn handen naar je toe. Zodra er gevaar is, dan is God al nabij je. Maar weet je, als je op Gods wegen wandelt, dan is het eigenlijk een leerschool. Net als je naar school gaat. En God is je meester en hij staat daar om je te leren. Net als een baby, hè, in het begin, die moet ook met vallen en opstaan leren lopen. Dat is ook een baby. En als je een baby bent in de Heer, dan is het ook zo. Dan leer je eerst de beginselen met vallen en opstaan. En dat is helemaal niet erg, want broeder Hans, onze voorganger, die had de vorige keer over gehad, dat je niet in een kramp hoeft te leven. Je mag best fouten maken hoor. Dat is helemaal niet erg. Nou, en om te groeien op die weg van de Heer, krijg je te maken met de vruchten van de geest. Toen Gods volk werd uitgeleid uit Egypte en bevrijd uit de slavernij, toen begon het leven pas. Toen begonnen zij God te kennen wie God werkelijk is voor hun leven. Maar weet je, ze gingen tegen de draad in. En dat was niet zo leuk. God had het beste voor met zijn volk. Maar zij gingen elke keer tegen de draad in. En dan kwamen ze niet verder. Ze kwamen niet in het beloofde land. En het is voor onze eigen bestwil naar God te luisteren. En weet je, toen Gods volk in de woestijn terechtkwamen, leerden zij daar wel te overleven. God zorgde voor hun. En in de oorlog, hè, als je dan gevangen wordt genomen, zeg maar, met die Japanen in Indonesië is het ook zo. Dan kom je in een kamp terecht en dan moet je allerlei werkzaamheden doen en zwaar werk soms ook. En dan heb je de opzichters en die hebben dan een stok in de hand, hè, owee, owee, als je dan niet verder gaat. Maar in de oorlog
moet je slim zijn, want ik heb ook gehoord als ze gevangen zijn genomen, toen door de Japen in Indonesië, hier was dan de oorlog van Hitler, en in Indonesië was het de Japen. En er werden mensen gevangen genomen, hè, Nederlanders vooral, daar hadden ze een hekel aan, want Nederland die hield Indonesië weer. Nou, er waren mensen die waren zo slim, die zwijgen in de kamp en die deden net of ze niet bestaan. Ze lieten zich niet horen. Zo val je niet op. Want er waren ook mensen die zaten met te schreeuwen tegen die opzichters en ze waren kwaad. En ze schelden hun uit. Ja, dan word je geslagen met de stok. Logisch. Dan slaan ze je. En martelen ze je. En word je opgesloten in een hele donkere kamer. Of donkere hok, zeg maar. Het is echt geen luxe, hoor. Dus zo min mogelijk opvallen en niks zeggen. Dan overleef je de kamp. En als er dan bevrijding is, dan kan je eruit komen. Dan heb je... Nou, dan heb je geen pijn dat ze je geslagen hebben of wat dan ook. Dus zoveel mogelijk zwijgen. En in Gods Koninkrijk moet je ook slim zijn en bedacht en alert zijn. In Gods Koninkrijk leer je ook te zwijgen, want soms weet je niet wie je vijand is. Je leert in Gods Koninkrijk ook zwijgen. Je weet wanneer je spreken moet en wanneer je zwijgen moet. Want weet je, soms ontdek je ook in je leven, dan heb je vrienden, ga je jaren mee om en dan blijkt later, ja, dat is heel treurig. Dan blijkt later dat ze je vijanden zijn, dat ze helemaal tegen je zijn. Dat kan ook gebeuren. Dat je dacht, nou, het is mijn beste vriendin en later merken heel nare dingen die ze dan van je zeggen of zo. Of een vriend. En weet je, de weg van God is bergen beklimmen. Het gaat steeds hoger en hoger. En op die berg, daar kun je ook wel eens beren tegenkomen. En ja, leeuwen of tijgers. Maar zoals ik al net zei, ik ben beschermd. Je bent overwinnaar in de Heer, dus je hoeft niet bang te zijn. En de weg van God wordt steeds ijler en steiler. Dat komt omdat God wil dat je moet strijden en dat je ook op Hem gaat lijken. Dat is het. Dat je dan op Jezus gaat lijken. En dat is ook een strijd, hoor. Met ons vlees, hè. Je moet je vlees kruisigen. En weet je wat zo mooi is? En als je bijna op de top bent, dan ontdek je dat je al volwassener bent geworden in Christus. En dat je steeds meer op Hem gaat lijken en de vruchten in je leven rijp is. Maar om zover te komen kost het wel wat. Daarom is het genoodzaakt dat wij gewillig zijn aan God. En hoe gewilliger wij zijn, hoe meer we naar God luisteren, hoe sneller wij naar het doel gaan wat God voor ogen heeft met jouw leven. Het geldt voor ons allemaal. Dus als je voorspoed wil hebben in je leven en gelukkig wil zijn, dan is het zaak om te doen wat God van je vraagt. En je komt in je geestelijk leven ook tot volle bloei als je God blijft gehoorzamen. En het is ook keuzes maken om op zijn weg te blijven. Het is altijd weer, je hele leven is weer keuzes maken. Dus om God te dienen is niet alleen maar in Hem geloven, maar ook zijn weg bewandelen volkomen
En probeer het volharden. Dus volhouden noemen we dat, hè? Volhouden. En nu wil ik even wat teksten lezen uit de Bijbel. Deuteronomium 1, vers 30 tot en met 31. De Heere uw God die voor u uitgaat, hij zal voor u strijden in overeenstemming met alles wat hij voor uw ogen met u gedaan heeft in Egypte en in de woestijn. Maar gij hebt gezien hoe de Heere uw God u droeg, zoals een man zijn kind draagt. Zie je? Hier staat het. God draagt je. God draagt je op zijn weg. Je hoeft helemaal niet helemaal alles alleen te doen. In ons gevoel hebben wij wel eens net of het zo is dat je alles alleen moet doen. Alles alleen op je afkomt. Maar dat is niet waar. Want hier staat het heel duidelijk dat hij ons draagt. Hoe de Heere uw God u droeg, zoals een man zijn kind draagt. Op heel de weg die gij gegaan zijt, totdat gij op deze plaats gekomen zijt. Deuteronomium 5, vers 33, daar staat: heel de weg die de Heere uw God u geboden heeft, zult gij gaan. Opdat gij leeft, lees hier, opdat gij leeft en het u wel gaat. En gij lang woont in het land, dat gij in bezit zult nemen. Ik weet niet hoe jullie je omgeving in bezit hebben genomen. Dat dat jouw terrein is. Want God zegt, hij geeft jouw gebied vrede. Misschien heb je wel met mensen daar te doen die misschien niet zo vriendelijk zijn. Maar als je zijn geboden onderhoudt, dan zul je het in bezit nemen. Dan is dat jouw omgeving. Dan is dat jouw terrein. De duivel moet daar van afblijven. Hij kan daar niks meer mee doen. Want God staat achter jou. En dan gaan we weer verder. Jozua 1 vers 8. Daar staat dan: dan zult gij op uw wegen uw doel bereiken en gij zult voorspoedig zijn. Dus, je zult je doel bereiken zoals hier staat en hij zal ook zijn belofte geven. Dan wordt zijn belofte vervuld in jouw leven. Amen. Als je zijn weg gaat en zijn geboden blijft bewaren, blijf onderhouden. Dan gaan we weer verder. Ja, we blijven even lezen, hè, uit het woord van God. Dat is belangrijk. Dat wij het woord gaan lezen. Dat is voor ons dagelijks leven eigenlijk. 1 Kronieken 22, vers 13. Voorspoed indien gij stipt onderhoudt de inzettingen. Jozua 23, vers 6. Wees zeer standvastig in het onderhouden. In het onderhouden van zijn geboden, van de levenswijze die God voor ons heeft. Dus hier lees je duidelijk dat je voorspoed hebt als je al wat God je bevolen heeft standvastig blijft onderhouden. Nou, het is helemaal niet moeilijk om God te dienen, hoor. En op zijn weg te blijven wandelen. Het is helemaal niet moeilijk. Want sommige christenen die worden er blij van om God te willen dienen. Christenen die, ik heb ook wel eens gehoord dat christenen of kinderen van God, nou, er zijn er ook die jubelen elke dag in de Heer. Die zijn zo blij als ze 's morgens opstaan
En dan begint ze al te zingen. Nou ja, ik weet niet hoe jullie opstaan 's morgens. De ene die, ja, die moet even bijkomen, hè. Denk ik, ik zie hier al mensen lachen. Ik heb vroeger een vriendin gehad en ik woonde op kamers. Toen was ik nog niet getrouwd. En toen was nog een heel jong meisje. Ik zocht nog werk. Dus ik woonde nog op kamers hier in Zwolle. En ik zat in een gospelgroep, de Burning Candles. En ja, ik was zo blij in de Heer. Ik heb hem leren kennen en aangenomen. Ik denk, ik ben nog nooit zo blij geweest. Ik was vroeger ook altijd vrolijk, maar deze blijdschap, dat blijft, hè? Het is heel anders. Dus ik ging jubelen naar de badkamer. Ik ging jubelen, mijn brood eten en de Heer loven en prijzen en de liederen zingen die ik dan aankomende dagen, nou ja, met optreden moest gaan zingen. En dan kwam mijn vriendin, ja, ik wist dat niet, want ik woonde er net met haar kamers. Nou, ze, dat was haar huis, hè. Zij had een groot gedeelte en ik had 2 kamers gehuurd bij haar. En dan zegt ze, Ilse, ik ben zo slaperig, vreselijk. En dan hoor ik je zingen, oh, dat vind ik vreselijk. Zou je dat andere keer wel willen doen, maar dan heel zachtjes. Ja, zie je, ik weet niet dus hoe jullie 's morgens opstaan. Maar de ene is natuurlijk anders dan de andere. Ja, misschien chagrijnig. Van, hè, ik moet nog zoveel doen vandaag. Hè? Ik moet dit en dat doen. Veel te druk, het wordt een drukke dag. En de andere die zegt, Heer, dank u wel dat ik weer met u mag gaan deze dag. Dat ik weer met u mag gaan op uw weg. De heerlijke weg van God. Ze hebben wel eens een tekening gemaakt. De brede weg en de smalle weg. De brede weg is een makkelijke weg. Oh, je kunt van alles doen waar je zin in hebt. Je hoeft nergens naar te luisteren, niet naar God, niet naar niemand. Je gaat gewoon je eigen gang. En willen ze ruzie maken, dan maken ze ruzie. Willen ze vechten, dan vechten ze. Dus die brede weg is een makkelijke weg. Maar het is voor tijdelijk, hè. Het is voor hier op aarde. Sommige mensen denken, ja, het leven hier op aarde, nou, daar ga ik van genieten. Want als je doodgaat, dan is er niets meer. Niets meer. Maar wij weten wel beter dat er nog een eeuwig leven is daar. Waar ben je dan? Ben je bij Jezus voor behouden of ben je verloren? Want het leven hier op aarde, dat bepaalt waar je komt in de eeuwigheid. En die smalle weg op die tekening, ja, daar hebben mensen nog wel strijd, zeg maar. Maar dan kan je toch wel zien dat de blijdschap echt is. Alles wat op die smalle weg gebeurt, is echt. En ze hebben wel moeite, dan moeten ze die berg opklimmen, hè, want dan gaat die weg omhoog. En dan moeten ze, ja, sjouwen, zeg maar. Het gaat heel moeilijk natuurlijk, hoe hoger het wordt, hoe moeilijker het wordt. Maar aan het einde, daar is glorie, daar is blijdschap. Nou, en dat mogen wij voor ogen hebben. En ik hoop, dat bidden wij ook, dat er nog heel veel mensen, tot Jezus mogen komen. En dat ze overtuigd mogen worden met wat het betekent om een leven te hebben met Jezus. Dat het echt belangrijk is dat je niet verloren gaat. Want als je de Bijbel leest, heel veel mensen kennen de Bijbel niet, dan lees je wat het betekent als je verloren gaat. Dus daarom blijf op de weg van de Heer. Of je nou de ene keer geen zin hebt, de andere keer wel zin hebt, blijf volharden. Want de volharding, dat brengt vrucht. En God beloont je daar ook voor. Dus prijs de Heer dat wij kinderen van God mogen zijn. Tot zover. Goedenavond.